aan het zingen, want jij bent mee aan het doen aan die jam-sessie. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben een paar weken geleden, ben ik Ruben, die nu achter de piano zit, ben ik hier tegengekomen. Toen ging ik meespelen met wat zij aan het doen waren toen. Toen liep je gewoon op Centraal rond? Ja, nou, toen ben ik gelijk in een app gegooid, een groepsapp. Met allemaal mensen die dit doen en leuk vinden om te doen. En dan spreken we af en toe af. Nou, af en toe, bijna elke dag eigenlijk, zijn er wel mensen. Om even gewoon ergens te gaan jammen op deze manier. En nu hadden we deze datum met z'n allen geprikt. Om met z'n allen echt met zoveel mogelijk mensen te gaan jammen. Het is wel echt heel gaaf. Echt, je leert veel mensen kennen en het is gewoon heel gezellig vooral. Dus. En wat vind je er dan van dat het is voorgekomen dat NS-medewerkers jullie soms zelfs wegsturen? Ik vind dat heel raar. Ze zetten hem zelf neer. Er staat bespeel mij, dus laat ze dan ook spelen. Maar ik denk dan, die had vast de dag niet. Ruben Heyanusa, ja. Net begonnen aan de mooie jam-sessie hier in Den Haag Centraal. Hebben jullie tot nu toe nog geen last gehad van vervelende NS-medewerkers? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet, nee. Hey, wat was jouw reden om dit te organiseren? Vorige keer zaten we in Amsterdam Centraal met een groep, samen te jammen en zo. We proberen ook in Den Haag, maar het is wel gewoon leuk voor het publiek en zo, mensen aantrekken. En dat terwijl de laatste keer dat jij hier achter die piano zat, je eigenlijk weg werd gestuurd door NS-medewerkers. Ben je daardoor niet ontmoedigd? Het is niet echt een probleem, zeg maar, ik vind het wel een beetje heel gek dat die meneer ineens de klep dicht deed en zo, maar dat is niet, ik vind het best wel erg. Dus, Maar het demotiveert je blijkbaar niet, want je hebt een hele groep opgetrommeld om hier te jammen. Ken je deze groep al of zijn het allemaal nieuwe mensen? Nee, ik ken die groep al van Amsterdam en Den Haag. Er zitten alleen mensen van Piano Amsterdam en Den Haag bij. En wordt dat een vaste groep waarmee jullie gaan jammen of is het eenmalig? Ik denk dat we wel een klein beetje een vaste groep zijn, maar alleen er komen nog meer mensen bij. Dus het kan nog wel groter worden. Dus iedereen is nog welkom. Iedereen is nog welkom.